Goedemorgen, ik ben Jenno, dit is Jolien. En dit hier waar we nu in staan is de bestuurderscabine van een oude stoomtrein. Ja, we hebben niet stilgezeten deze ochtend. We hebben onze geocaching app geopend. En geocaching, dat is een schattenzoektocht in de echte wereld. En we zijn op deze locatie gestoten. Hier lag dus een geocache. En het is een prachtige locatie, hè? Ja, toch wel. Kijk eens naar die wielen. Het lijkt zo wel een beetje uit Harry Potter te komen. Alleen dan een vervallen Harry Potter trein. Het is een stoomtrein. Die niet meer in gebruik is natuurlijk. Hier zie je hem ook nog eens. Langs deze kant is die verdacht meer verroest dan langs de andere kant. Maar het zou misschien natuurlijk kunnen dat ze hem langs de andere kant wat hebben opgeknapt. En langs deze kant hebben verwaarloosd. Omdat langs hier passeert er eigenlijk niemand meer. Er liggen wel nog treinsporen. Maar die worden dus niet meer gebruikt. Ik vind het best wel bijzonder. We stonden net eventjes in de bestuurderscabine, omdat hier ook de geocache verstopt zat. Voor degenen die het graag willen weten, hij zat daar van boven in het dak verstopt. En we zijn de allereerste die de geocache gevonden hebben. Echt een heel mooi plekje, die we anders nooit hadden ontdekt. Vlakbij onze accommodatie waar we slapen. En dankzij geocaching dus deze mooie plek ontdekt. Echt waar, ik ben er blij mee dat ik dit heb gezien. Beetje verder staan ook nog twee wagonnetjes trouwens. Die zien er ook wel heel erg leuk uit en knap. Misschien moeten we daar ook eens gaan kijken. Onderweg naar deze goederentrein komen we weer opnieuw een schildpad tegen. En we hebben onlangs nog eentje gezien. Gisteren. Hier opnieuw. Die voelt dit, hè, als je dit doet. Hoe voelt hij dat? Dag schildpadje. Hier heb je ook nog zo'n oude waterboiler. Om een beetje af te koelen, zeg maar. En hier dichterbij, het is niet zo heel bijzonder eigenlijk, heb je dan nog een goederentrein, wagon. Ja, het is natuurlijk wel leuk om te zien, vind ik. Ja. Een leuk, mooi plekje. Ja, ja. En nu zijn we aangekomen bij het Grek Hotel. Ja, Olympia Oasis. Yes, en het grappige is, we zijn geparkeerd. We moesten onze koffertjes inladen. En nu worden we meteen met een golfkarretje naar onze kamer gebracht. Het is weer iets anders, hè? Ja. Ook wel leuk natuurlijk. Het is een heel mooi hotel, denk ik. We zijn net eventjes kort aan de receptie geweest. Maar zo meteen gaan we het eens verder ontdekken, hè. We zijn zo net door het park gereden, we hebben heel veel mooie bungalowtjes gezien en mooie hotelkamers. Het is echt een heel groot resort. Wij hebben ook een bungalow-appartement. We hebben 631. Ja, en dit is onze kamer. We zijn net al eventjes binnen geweest om onze koffers hier achter te laten. Hier hebben we de gang. Hier hebben we onze koffertjes gezet. Ja, dat kan ook. Ik zal jou filmen, het gaat net iets beter. Zullen we meteen doorlopen naar hier. Een heel groot bed. Dit noem ik king size. Ja, king size bed. Die vazen, die zijn ook zo groot. Dat zijn lampen, hoor. Ja, die lampen, ja. Mooi, hè? Het zijn lampen als vazen. Ja. Even wel een heel grote kamer voor een groot plafond. Heel hoog hier. Dat valt wel meteen op. Zo, ja, kijk. En? Hier hebben we nog een bed, hè? Ja, hier hebben we ook eens een bed, een zetelbed eigenlijk, die opgedekt is. En dan hier dat terras. En het is echt het mooiste van de kamer, hè. Kijk eens naar dat uitzicht. Jongens toch. The room with a view. Zeker. Kijk eens, hier heb je dus zo nog een strandbarretje. Uit zo'n strandlichtzeteltjes. Hier ook nog. Echt allemaal. Daar heb je trouwens direct ook al een keer de zwembaden, zoals je ziet. Verschillende zwembaden hier. Echt prachtig. En we hebben ook nog een zithoekje. Dus je kan hier even zitten. We hebben ook nog airconditioning, een tafel. Wel handig om aan te werken. Televisie, vooral de producten. Televisie. Een spiegel, altijd handig om mee te make-uppen. Dan kan ik hier lekker zitten en wat make-uppen. Een grote kofferopslagdingetje zo. Gaan we nu even naar de badkamer. Wat denk je toch? Hier heb je een toilet. En het handige aan dit toilet is, terwijl je op het toilet zit, kan je telefoneren. Ja. Hey, dat is luxe. Ja. En dan hebben we ook nog... Ik weet niet of ik dat zo echt prettig zou vinden, hoor. Een wastafel. Ja. En een toch wel een groot bad. Ja. Met z'n tweetjes in te zitten. Mooi, hè? En een douche ding ook nog. Ja, dus die kan je ook gewoon douchen. Leuk, hè? Ja. En we hebben zo een bandje. Ja. Dat is een all-inclusive bandje. En daarmee kan je dan eigenlijk
kan je gratis drinken, eten, zoveel je maar wilt. Ja. Dus we kunnen ons hier... Zo lekker vet worden hier. Ja. Dit hotel heeft nog heel veel meer te bieden, maar ik denk dat het naar gelang van de vlogs wel duidelijk wordt wat je nog allemaal hier kan doen. Ja, ik zeg maar wat hoor. Je hebt hier een waterpark, je hebt hier natuurlijk het geweldige strand, veel zwembaden, allee, noem maar op. Dus volgens meer dan mij genoeg gaan te we doen. Het hier enorm, enorm naar ons zin hebben. Daarnet klopt er iemand op onze deur en kwam een briefje brengen om ons welkom te heten hier in het hotel. Dear Mr. Hallard, welkom to the dat world. Dat vind je wel fijn, hè, dat ze jou Mr. Hallard noemen. Yes, yes, yes. Welkom to the world of Greek Hotel Olympia Oasis Village. En ze zeggen dat ze hier... Blij zijn dat we voor hun gekozen hebben en zo, ja. En ze brachten ook nog lekkere fruitjes en lekkere zoetigheidjes. Lekker toetje, zoals ze zeggen in Nederland. Hier op het terrasje lekker op schmikkelen. Ja, met dit mooie uitzicht. Echt, ik kan hier uren naar kijken. Zonder dat het verveelt. Ja, het verveelt echt niet. We zijn al helemaal ondergedompeld hier in de vakantiesfeer. En we lopen nu in zwemkledij. Jij ook, in bikini. Ja. Lopen naar het zwembad. Er zijn hier meer dan 20 verschillende zwembaden. Dus ik denk dat we zeker wel een plekje ergens zullen vinden waar wij ons kunnen aanleggen. Moeilijk, denk ik, want ik heb heel veel last van keuzestress. En als er geen plek meer is aan het zwembad, dan kunnen we ook nog altijd aan de zee gaan liggen. En daar is oneindig veel plaats. Hè. Dus sowieso zullen we wel iets vinden, ergens denk ik. Ergens zal sowieso wel een plekje zijn, denk ik. Ja. Sowieso. We hebben ook boekjes bij om een beetje te relaxen en te chillen aan het water. Ah, echt goed. Oh, heerlijk. Ah. Met je voetjes aan het zwembad. Zo. En we zijn weer terug in onze kamer. Daar is Sion die zich nog aan het aankleden is. Het is een beetje aan het waaien. Het waait hier een beetje. Ik heb net ook nog een jurkje aangedaan. Een lange jurk voor deze avond. Wat ik het ook wel fijn vond. Zodat we in de kamer gaan. Ja, dacht dat je mij ging filmen. Oh ja, het is mooi hoor. Ik heb een lange jurk. En ik ga ook nog een keer het heel mooie uitzicht tonen aan jullie. Kijk hoe mooi het is. Met de zon die ondergaat. De zon is ondergegaan al in tussentijd. Anders ook hoor, maar nu is het wel extra roman. Maar we hebben onze avondkleding aangaan omdat we hier dus gaan eten in ons hotel. Ook gewoon all inclusief. En ik heb hier toch nog een paar jurkjes die ik zeker deze vakantie trouwens nog wil aandoen. Dus ik kan nog heel veel switchen. Nog een lange jurk, hier nog een lange jurk. Echt, kijk er allemaal naar uit. En nu zitten we lekker in het restaurantje. Het is een à la carte restaurant deze keer. Je hebt hier ook buffet restaurants, maar ook à la carte restaurants. We hebben gekozen nu om een à la carte restaurant te nemen. En we zitten nu bij de Italiaan. Een bruschetta hoort er uiteraard bij. Ja, speciaal voor mij eentje. Hè, dus. Om mee te beginnen. En dat zijn gegrilde groentjes. Dat is eigenlijk een beetje zo'n voorgerecht. Ja, ziet er lekker uit. Je hebt ook nog bruschettaatjes met vlees. Met, ja, inderdaad. Een beetje ham. Ja. En dat is nu als voorgerechtje, dus ze zeggen, geniet ervan. Het leuke is, we zitten nu een beetje hierboven. Hier beneden zijn ze alles aan het klaarmaken voor een Griekse avond. We zitten bij de Italiaan, maar straks is een Griekse avond hier beneden. Ja, en het is hier echt heel erg gezellig. Kijk, ja, als je hier zo rondkijkt. We zitten precies zo in een Grieks dorpje. Ja. Hier zo een beetje. Maar toch is het Italiaans. Ja. Je hebt daar ook nog zo'n terrasje. Wou je graag meedansen? Heel graag. Als dadelijk je dessertje op is, kan je mee gaan dansen, hè?
Met als special act Jolien in de show. Het was eigenlijk heel grappig. Die vrouw die kwam een hand geven. Ik dacht, oh, dacht, de show is gedaan. Jij dacht dat ze een hand kwam geven. Ik schud haar hand, maar eigenlijk wou ze allemaal te meekwamen om te dansen. Dus ja, ben ik maar meegegaan. En ik dacht, ik zal maar gewoon filmen. En dan, okay, dit is trouwens een van de zwembaden hier in het resort. We hebben het straks al gezegd, er zijn hier meer dan 20 zwembaden, zegt wel. 20 zwembaden, ja. Echt heel veel, hè. Ja, en dit is trouwens ook een van de verblijfplaatsen, daar slapen we nu wel niet. Wij zijn nu onderweg naar ons bungalow, naar ons appartement. Ja. Maar dit is bijvoorbeeld ook een onderdeel van het resort. Hier kan je ook gewoon een kamer boeken, zeg maar, in dit gedeelte. Ik vind het er koninklijk uitziet. Het ziet er heel chic uit, hè. Uit de Mandola Rosa. In ieder geval, je hebt hier heel veel verschillende hotels binnen het resort. Dus het is eigenlijk zeg maar een soort van park. Waar je dan een soort van 4-5 hotels hebt, verblijfplaatsen. Andere manieren om te genieten van dit mooie resort. Ja. Maar het is wel zo, eenmaal je een stekje hebt, dat je wel van het hele gebeuren kan gebruik maken. Dat is wel heel erg fijn eigenlijk. Leuke manier van op vakantie gaan. Ja. Dus het is ook een beetje nieuw voor ons. Het is een van de eerste keren dat we zoiets samen doen. Het is gewoon de allereerste keer dat we zoiets samen doen. Ja, we hebben al een paar keer een all-inclusive formule gehad, maar dit is toch wel anders. Ja, toch wel. En ik moet zeggen, het bevalt me enorm. Het is heel erg fijn. En zeker de eerste avond is heel erg goed meegevallen. Dit is ook heel erg lekker. En ik denk dat wij als twee verliefde Griekse torteldufjes kunnen in slaap vallen naast elkaar. En morgen hier weer een hele fijne, leuke dag beleven. Ja, dat denk ik ook. Als je het leuk vindt, zeker als het duimpje omhoog. En we zien jou heel graag morgen weer. Ciao! Doei! Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.